De Amerikaanse overheid heeft ex-president Desi Bouterse en 6 andere voormalige legerkopstukken samen met 4 niet genoemde familieleden verboden om de Verenigde Staten binnen te komen. Dit komt voort uit hun betrokkenheid bij de decembermoorden van 1982. Bouterse is veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, maar hij is nog steeds voortvluchtig. Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken prees Suriname voor zijn inzet voor de rechtsstaat, onafhankelijke rechterlijke macht en de strijd tegen machtsmisbruik en benadrukte dat het beëindigen van straffeloosheid een belangrijke stap is om toekomstige misstanden te voorkomen. De Surinaamse buitengewoon en gevolmachtigde ambassadeur in Accra, Ghana, Fidelia Grangalong, overhandigde op 9 april haar geloofsbrieven aan president Cyril Ramaphosa van Zuid-Afrika in Pretoria. Grangalong sprak haar streven uit om de bilaterale relatie tussen Suriname en Zuid-Afrika te verdiepen, met nadruk op samenwerking op het gebied van mineralen. En president Ramaphosa feliciteerde Grangalong en beloofde een gunstig klimaat voor haar werk te creëren. Op de tweede dag van de consultatieronde werd de voortzetting van de besprekingen over kostenbepaling voor klimaatadaptatiemaatregelen in Suriname behandeld. Vertegenwoordigers van verschillende instanties waren aanwezig. Uit de discussies bleek dat het verzamelen van data voor kostenberekeningen een uitdaging is, gezien het gebrek aan eerdere projecten gericht op klimaatverandering. Het NAP bevat 147 sectorale activiteiten die dringend aandacht vereisen, waaronder het mangrove rehabilitatieproject om de stijging van de zeespiegel tegen te gaan.